Goedenavond allemaal, zeekrijders, op deze bloedhete avond. En jullie, juni. We gaan het vanavond over de CDI-unit hebben. Hier kom ik zo op terug. Dit is namelijk al verkocht. We gaan even terug naar het basisverhaal. Zoals Honda in 1905 is begonnen. De eerste computergestuurde ontsteking. Ja, broodje aap verhaal. Dat is echt geen computer. Hier zitten condensatoren, weerstanden en spoelen in. En wat laat ik ze maar even transistors noemen, dan weten we ongeveer waar we het over hebben. Is niet helemaal waar, maar voor jullie is het wel duidelijk. Condensatoren, weerstanden, spoelen en wat transistors. De aansluitingen. Ik loop het even met u door. De zwarte draad met witte streep, dat is voor de killswitch. En ik meen je contactslot om hem uit te zetten. En uitzetten is naar massa toe, dus als je deze draad loshaalt, start je motorfiets, krijg je hem niet meer uit. Weet je dat ook vast. Gele en de roze draad is de aansturing voor de bobine. De bobine zit weer aan massa en de massa komt weer via deze groene draad binnen. En zo is het circuit gesloten met de CDI-unit. Dan hebben wij de blauwe en de witte draad. Honda houdt ervan om mensen het verkeerde bos in te sturen of het verkeerde paadje op te laten lopen. Honda verneukt af en toe alles waar je bij staat, zodat wij westerlingen het niet begrijpen hoe het functioneert. Jammer dan. Ik denk dat ik enigszins begrijp hoe het zit. Gaan we even terug naar de basis. De witte draad en de blauwe draad krijgen van de dynamo de spanning om vonk te genereren. Dat loopt wel via de groene draad op de andere, stekker. Dus dat is ook waar wij meetfouten maken. Wil je wat meten, dan moet je de groene draad gebruiken en de blauwe en de witte. Alle andere draden zijn timingdraden. En die bepalen hoe vroeg de ontsteking gaat worden, gelang het toerental van de motorfiets. Dus daar komt je timing op binnen. En dat zijn allemaal spoelen. En wij noemen dat ook wel RC-schakelingen. Dat maakt het heel moeilijk. Spoelen, condensatoren en weerstanden serie parallel geschakeld hebben hele vreemde eigenschappen. Als elektricien weet je waar ik het over heb. Als, ja, niet-wetend persoon. Denk je, wat lult die gozer? Daarom is de CDI-unit best wel moeilijk. Daarom genereert hij ook zoveel fouten. Hij is ondertussen nu 40 jaar oud. En in combinatie met een slechte dynamo loopt het spaak. Wat gaan we doen? We gooien deze eruit. En tadaa! Nieuw procedé. Ja, jongens, dit is mijn testopstelling. En eigenlijk heb ik deze verkocht. Maar als ik deze aan die meneer stuur, dan zegt hij ook, leuk. Maar hoe zit dat? Nou, ik weet het nog wel, maar hier ben ik mee begonnen. En dit functioneert. Twee CDI-units. Oh ja, dat zit hier in deze kast ook. Twee CDI-units, ze hebben één voeding, één massadraad. Maar de rest is allemaal dubbel uitgevoerd, want je krijgt dus één bobine links, één bobine rechts. En ook de opnemertjes zijn voor links en voor rechts. Dus er zitten eigenlijk twee kasten in één, die samen één voeding hebben. En eigenlijk heb ik dat hier ook gedaan. Twee kastjes die samen één voeding hebben. Nou, dit is natuurlijk even lullig om door te nemen. Hier heb ik één massadraad, die zit aan elkaar gekoppeld. Eén plusdraad, die zit ook aan elkaar gekoppeld. En de rest is buiten, of niet in gebruik, dat kan ook nog. Of losgekoppeld van elkaar, zodat ik voor de linker bobine één heb en voor de rechter bobine één. Dit was dus mijn testopstelling. Nu neem ik jullie mee naar het definitieve product, althans verkoopbare product. En dat zit hier in de motorfiets. Dit is dus reeds verkocht. En ik had die man ook beloofd om even een filmpje te maken. Bobinedraad. Dit stekkertje. Honda. Dat is de aansturende draad voor de bobine links. Voor de bobine rechts. Eén opmerking. Het kan zijn, in dit geval klopt het. Het kan zijn dat je bij jouw motorfiets de bobines even om moet wisselen of de kleuren even om moet steken. En dan komt rood op geel en geel op roze. Dat kan, want hij start dan niet. De bissimum start hij wel. Geen probleem. Er liggen hier nog testbobines. Moet je even niet op letten. Dat is niet van belang. Hier hebben wij de plusdraad. De plusdraad is bedoeld voor je remlichtschakelaar. En daar maken wij een aftakking op. En die aftakking die komt hier binnen. En die gaat naar de twee ontsteekblokjes. Linker en rechter bobine. Hoop kabeltjes aan elkaar geplucht. Eén setje van gemaakt. En
Ik moest de stekker hebben, helaas is dat een tweedehands. Ik krijg hopelijk binnenkort nieuwe binnen. Dit is een stekker uit een CX draadboom, die heb ik aangepast. Die kunnen we er zo opluggen. En dan werkt het. Dan gaan we eens even kijken. Hij is koud, de motor. Eigenlijk moet ik even choken. Shit, de choke blijft. Ik moet jullie even neerzetten. Waar ga ik jullie neerzetten? Nou, ik zet jullie hier even neer. Zo. Oh. Als we lekker amateuristisch filmen, zo. Maar, dan weet je dat het werkt. Choke erop. Kraan open. Zo, kraan zat open. Niet zeuren. Deze opstelling doet het alleen met je contactslot. We hebben nog niet, en dan moet ik er een led tussen zetten. Ik heb nog niet de uitvoering waarbij de kielswitch werkt. Want ik wil het eerst betrouwbaar hebben en zo simpel mogelijk. Anders komt er weer een blokje bij. Ik heb net zitten barbecue. Dus komt er weer een blokje bij. Weer bedrading bij. En dit is dus wat ik wil verkopen of doorkopen, verkopen aan nieuwe toekomstige CX-rijders met een probleem. Ik weet niet of jullie mee kunnen kijken, maar ik sloop daadwerkelijk nu de hele set eruit. Even kijken. Oh, stinkt naar machine. Zo. Eens even kijken. Oh, de massadraad heeft nog vastzitten. Even een sleutel pakken. Kom zo terug. Blijf hangen. Ik leg hem even naast de bestaande unit zoals ik hem eerder had. En dan leg ik even uit hoe het zit. Dit setje is dus te koop. Ik ga het ook binnenkort op mijn site aanbieden. En voilà, daar is die. Zo. En als je het lef hebt, maak je het zelf na. Kan mij het schelen. Er zijn altijd mensen die dat kunnen. Daar lig ik ook niet wakker van. Zo. Dit is dus de probeer set, dit is de definitieve set. Plug play. Dit is de plusdraad. Daar komt nog wat bij. Een klein stukje draad doe ik eraan. Met dit klemmetje. Niet deze, want deze is kapot. Maar met zo'n klemmetje. En dan laat ik je zo zien. Met dat klemmetje zet je hem op de plusdraad die naar je achterremlichtschakelaar gaat. Leg ik zo nog uit. En die komt op je massa. Die komt op het schroefje waar de CD-unit mee vast zat. En dan is het klaar. Dus, volgens mij moet het zo lukken voor jullie. Bobinedraad, bobinedraad, plusdraad, massadraad. Die stekker krijg je er maar op één manier in. Plug and play. Ga ik nog even naar de motorfiets. Nou is de CD-unit eruit. En ik kan hem nu starten. Weinig effecten. Killswitch staat gewoon op aan. Dus je ziet, het hoort hierbij, het werkt hierbij. De gewone stekker van jouw dynamo blijft dus behouden. Wij nemen van deze stekker de pick-up stationair. En daarom heb je hier vier draden op zitten. Deze voedingskabel, daar gaat het vaak om. Die is dus naar de kloten, die komt nu te vervallen. En daarvoor in de plaats pak ik dus de draad. En dat is, dan moet ik, jammer dat dit er even ligt. Even kijken. Hier komt die uit. De dikke zwarte draad. Uit jouw draadboom. Die loopt daaruit. En die gaat dan naar je remlichtschakelaar. En dan doen we er zo'n blauw blokje op. Die een doorverbinder heeft. En dan lever ik daar zo'n stukje kabel bij. Die heb ik voor mijzelf even gemaakt. Zodat ik hem straks her kan gebruiken. En dan heb je hier de bobinedraad. En daar ook de bobinedraad.
en die komt los te liggen, dat is van je killswitch. Daar kan ik nog ooit wel eens een geintje mee uithalen voor een reletje, dat ik daar een reletje mee bedien, maar daar ben ik niet zo gelukkig mee. Ik hou het liefst zo simpel mogelijk. En hier de massa-aansluiting. Dus, simpeler kan ik het niet maken. Dit is dus nu een project wat verkoopbaar is geworden en daar gaat dus iemand nu ook mee rijden. Ik ben de eerste en de ander de tweede. Dus ik hoop dat je er wat mee kan. Ik ga het foto's maken, ik ga het ook op mijn site zetten. Ik ga het ook daadwerkelijk verkopen. De andere bezigheid waar ik mee bezig ben, dat is de dynamo. En die heb ik nou even niet hier liggen, die heb ik op de winkel liggen. Sorry. Dus, dit is ook nog een CD-unit. Die kun je laten zitten, die kun je meenemen. Dit kun je er zo weer in pluggen. Dat is het voordeel van mijn oplossing. Lukt het niet of komt het niet goed, dan plug je gewoon je oude CD-unit weer terug. En dan functioneert het weer. Dus je hoeft niet heel veel te slopen en te doen. Goed, bedankt tot zover. Fijne avond en tot ziens weer.